Nou, Sean Kamphuis, ik hoor muziek vanuit de kleedkamer. Dat betekent dat de sfeer er lekker in zit. We hebben gewonnen. 4-0. Mooi potje tegen HC. Hoe heb jij teruggekeken op deze wedstrijd? Nou, uiteraard zit de sfeer erin bij een 4-0. Dus dat lijkt me logisch. En hoe ik terugkijk op die wedstrijd. Wij hebben eigenlijk vanaf begin af aan zaten we toch wel weer goed in die wedstrijd. We moesten in eerste instantie hadden ze wel behoorlijk positiespel. Waarbij we af en toe terug moesten op eigen helft. Dat we niet druk op de bal kregen, maar dat leidde niet tot kansen van hun. Balletje op de paal, hè? Maar ja, goed, dat van ver. Ja, dat was bij de 1-0 volgens mij al. Toen stonden we 1-0 voor en ze hebben één schot gehad. Ja. Inderdaad, dat was een afstandsschot van, ik denk, een meter of 18, 19, 20. Ja. En die viel op de paal, dus voor ons viel dat natuurlijk goed uit. Maar in het laag verdedigen kregen we er in eerste instantie niet heel veel druk op. Maar zij voetbalden er ook niet doorheen. In het hoge druk hebben we echt prima gedaan en hebben we heel veel ballen opgepakt. En wat we vooral goed hebben gedaan aan de bal is, we zijn er een aantal keer op snelheid uitgekomen en uitgespeeld. En zo komen we aan twee goals. En dat er ook met Maarten die vanuit middenveld ook diepgang hebt. Wat we proberen te stimuleren dat die jongens vanuit middenveld ook in de diepte komen. Ja, dat deed hij op dat moment natuurlijk perfect. Ja, zo verrasten we ze echt. Hè? Die twee goals waren echt mooi uitgespeeld. Ja, en toen die rode kaart, dat hielp natuurlijk ook wel mee zo voor de rust. Wat heb je gezegd in de rust? Nou, in eerste instantie dacht ik dat liever dat we 3-0 hadden gemaakt. Want over het algemeen is bij 3-0 wedstrijd klaar. En bij 11 tegen 10 moet je altijd maar weer kijken hoe een ploeg reageert. Die tegenstander gaat misschien toch weer extra gas geven. Ja. En het is altijd oppassen dat je eigen team niet minder energie gaat leveren. Ja. En daar hebben we vooral op gehamerd. Dat wij overal vol druk op moesten blijven geven. Hoogbaltempo gaan spelen. Dat we die gasten echt kapot gingen spelen. Dat we hun aan het lopen zouden krijgen. Ja. Nou, toen lag hij er al in, hè, na 5 minuten. Dus toen gelukkig maakten we hem heel snel. En toen was het 3-0. En ja, toen was de wedstrijd wel gespeeld. Ja. Dus toen hebben we hem, denk ik, zeer degelijk uitgespeeld. En uiteindelijk nog eentje bijgemaakt. Geen kans tegengekregen, denk ik, als ik het goed heb. Ja, nou, dat geeft de burger moed en vertrouwen richting waar we mee bezig zijn. Hè? Nog 9 wedstrijden en een paar mooie potjes die te komen staan, zeg maar. Aankomende zaterdag tegen Eemdijk. Ja, kijk, we zijn onderweg te spelen voor handhaving, uiteraard. Ja. En daar hebben we een stapje in gezet. Maar we zullen nog een aantal stappen moeten gaan zetten om daar daadwerkelijk ons veilig te spelen. Ja. En daar zijn we met z'n allen volop mee bezig. En die ploeg die doet dat ook door de week perfect met elkaar. Dus de voortekenen zijn goed. Alleen het is wel een kwestie van volhouden. Ja, je zei de laatste keer, één zwaluw maakt nog geen zomer. En dat bij de vorige thuiswedstrijd, dat zou je nu kunnen herhalen. Hè? Maar we hebben gewoon een goede serie nodig, denk ik, toch? Kijk, we wonnen toen met 3-0. We speelden 0-0 uit bij Harkema, wat qua resultaat gewoon prima is uit bij Harkema. En vandaag weer 4-0. Wat natuurlijk ook heel prettig is, dat we in 3 wedstrijden achter elkaar geen goal tegenkrijgen. En we komen aan het scoren op het moment. Je hebt het wat omgezet. Hè? We hebben eentje minder achterin staan. Maar het geeft wel vertrouwen dat we gelukkig ook niet zoveel weggeven. Dat is ook wel eens anders geweest. Maar kijk, toen we begonnen hebben we gezegd... We hebben de tegenstander, we hebben op het bord neergezet. We hebben aangegeven, keeper heeft de bal. Hoeveel verdedigers staan er bij ons op het bord? Nou, sommigen zeiden 4. Sommigen zeiden 4 en een keeper zijn er 5. Maar we hebben aangegeven, er staan er 11 op het bord. Ja. 11 verdedigers. Zij hebben de bal, we hebben 11 verdedigers. Nou, en dat doen we met z'n allen. Ja. En daar begint het mee. Nou, door vereniging sterk, zo heten we. Dus laten we daarmee verder gaan. En hoe is het met de ziekenboek verder, vroeg ik me nog even af. Ik zag Lars Huber op krukken. Die is helaas vorige week op trainen heeft hij middenvoetsbeentje gebroken. Ja. Dus die zijn we denk ik al een tijdje kwijt. Ja. Ja. Maar de rest, dat komt er allemaal aan. Ja. Of het is er al, of ze zijn er alweer. Ja. Nou, wat dat betreft staat er ook goed voor. Goed zo. Nou, heel veel succes aankomende week met de voorbereiding op Eemdijk. En dan zijn we er weer. Voor hopelijk weer een mooi potje. Prima, tot volgende week allemaal.